één thuiswedstrijd slechts won de treffers dit seizoen. Op de eerste speeldag klopte het GVVV met 2-0. Het is de zevende minuut van de wedstrijd. Wordt gespeeld in Groesbeek. En hier komt een goede mogelijkheid voor Van Riel. Dan moet hij hem in één keer nemen, maar dat doet hij niet. Bovendien probeert hij het met de binnenkant van de voet. En dan is het geen probleem voor de doelman van VVSB, Valk. Problemen dus voor Anton Jansen, die vorig seizoen met zijn ploeg hoog eindigde. Vierde plek, maar liefst 54 punten. Maar hier komt VVSB op voorsprong. Het is de 32e minuut. Het is het slot van een prachtaanval die in eerste instantie wordt opgezet door de Rijk. De bal wordt dan verlengd door El Osrouti. En het is Van Niel die de bal prachtig en heel beheerst stift langs de doelman van de treffers van de Kracht. 0-1 is ook de ruststand. Na rust in een niet al te beste wedstrijd, maar mogen we iets anders verwachten, komt de treffers via Bajek. Een van de nieuwelingen in de ploeg bij Anton Jansen. Tweede op de topscorerslijst met 7 goals van zijn ploeg. Maar deze afstandsknal wordt gekeerd door Valk. Aan de andere kant in een counter. VVSB met een mooie controle bij Bekooi, maar die krijgt die bal niet in het doel van de treffers. En zo blijft het spannend tot ver in de slotfase. De treffers met steeds meer mensen, je ziet dat hier heel mooi, in het strafschopgebied van VVSB. Dit kunnen we rustig een scrimmage noemen met een invaller. Hey Zakkers, dit is een andere invaller, Uiterlo. Maar die komt stil te staan, komt niet aan schieten toe. En dan is de kans weg. En is het voor VVSB nog even afzien. Lange trap, nog een keer van de Kracht. Kopduel Zwart met Heezakkers. Zwart raakt daarbij geblesseerd. Vraagt om hulp, dat krijgt hij, maar niet de hulp waar hij op rekent. Heezakkers probeert hem overeind te trekken. Dan loopt de wedstrijd door. Wordt scheidsrechter Bijler op patent gemaakt dat het ernstig misgaat op het middenveld. En leidt dit opstootje uiteindelijk tot 2-0 rood. Vuilbrief en Balkenstein, het is meteen afgelopen. 0-1, VVSB, de gelukkigste van de twee.